Amsterdam Centraal Station, eindelijk thuis. Waar is Pompon nou? Kruijer! Witkiel! Kruijer! Juffrouw, er is in Amsterdam maar één Kruijer en die is in zijn vrije tijd politieagent. Dus als je hem nodig hebt, dan zie je hem niet. Can I help you, miss? Waarom spreekt u Engels? Oh, sorry. Het is gewoonte van me. Ik ben een half jaar in Amerika geweest. Ik kom net terug uit New York. Oh, ik heb ook een verre reis gemaakt. Oh ja? Roosendaal. U wijst voor uw plezier. Ja, dus niet voor het uwe. Ja, maar u kunt uw bagage toch niet binnen de hal laten staan? Iedereen zal erover struikelen. Oh, maar dat is juist heel goed. Dan vreed ik tenminste niet dat ik een koffer bij me heb. Baas! Pompon! Ik stond op het perron. Ik zat toch echt in de trein uit Roosendaal, de achterste derde klasse coupé. Je ziet er uitstekend uit, Bassie, en dat voor een arme toneelspeler. Nou, ik heb mijn werkkleding aan, hè. Zeg, en die smakelijke juf heb je als souvenir meegenomen. Daar heb je helemaal niks van geschreven. Hallo? Nice to meet you, miss. Pardon? Ik ben freule Mariette van Heus de Hurgonje. Oh, sorry. Mijn naam is de Geer. Bastiaan de Geer. En neemt u me niet kwalijk, freule. Maar ik dacht dat Bas als beroemd Amerikaans filmacteur... Bent u filmacteur? Nou, ik heb in Amerika een paar movies gedraaid, ja. Stom, hè? Hoe is het daar, Bas? Ga jij er maar nooit naartoe, Pompon? Je bent niet blank genoeg. Oh, wat enig. Is u een beetje neger? Een beetje wel, ja. Ach, draagt u dan mijn koffertje even? Mama zou mij komen afhalen. Oh, uw moeder woont hier in Amsterdam? Nee, zij is vooruitgereisd. Wij logeren in Hotel Schiele. Doe maar, Hotel Schiele. Oh. Ach, daar gaan ze. Dat is mijn moeder in een automobiel. Heb je net die dure automobiel gezien? Ja, een Hollandse spijker. Was dat een echte spijker? Ja, zeker wel. Ja, dat wie gaat er dan met zijn kont in de spijker zitten? De chauffeur stopte bij de andere uitgang. En toen kon hij hem niet meer in de achteruit krijgen. Hij rijdt even om. Wij brengen uw koffer even naar de automobiel, freule. Oh, 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 wat een keurige Kruijers. Het lijken wel heren. Straks kan je de buitenkant helemaal het verschil niet meer zien tussen arbeiders en mensen. Die ene meneer is toneelspeler. Ja, minder zoiets te ruiken. En die andere meneer is een beetje neger. En jij bent een freule en geen missiezuster. Dus jij hebt er van Hoek van Holland naar Amsterdam maar 4 uur over gedaan. Ja, het is een wonder. Hey, je kan maar het allerbeste met de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij reizen. Dit is de eeuw waarin alles kan, waarin alles mag, waarin alles moet en alles mogelijk is. De eeuw van de techniek, fabriek naast fabriek en energiek, bij de mechaniek, alles haast en raast en blaast, ongelooflijk is in de 20e eeuw. In minder dan een halve dag door Dordrecht, Rotterdam en Delft, Den Haag en Leiden, Arnhem. In minder dan een halve dag, wat of techniek al niet vermag. De 20e eeuw, de 20e eeuw. Langs zaan en gras en greppelage, Apeldoorn of Meppelage, Bende, kom op Hillegom voorbij. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw, met de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Met stoom en gestand door de steden, van Roosendaal naar Amsterdam, een halve dag gereden, maar een halve dag gereden. En wat voel ik me tevreden als ik me in de kussens vlij. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw, met de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Oh, waar blijft die chauffeur nou toch? Dat u een automobiel hebt gehuurd, mama. Gehuurd, kind, die was veel te kostbaar. Ik heb hem gekocht, een spijker. In Amerika heeft natuurlijk iedereen een auto. Amerikanen hebben nooit met hun been op de grond gestaan. U moet mevrouw van Heus de Hurgonje zijn. Baronesse van Heus de Hurgonje. Oh, bezit u een schitterende automobiel, mevrouw. 6 cilinders, 85 kilometer per uur, 60 paardenkracht. Ja, en een ezel achter het stuur. Waar blijft die vent nou? Stel je nou eens voor dat alle Amsterdammers straks een auto hebben. Er zou niemand meer kunnen rijden. Tegen die tijd zit een kentekenplaat niet voor op de automobiel, maar eronder. Waarom? Als je dan overreden wordt, ja, dan kun je zelf het nummer noteren. Wat spannend, mama, een eigen automobiel. Ja, kindlief, heel spannend. Al die voetgangers die net op tijd opzij springen. Dit is de eeuw waarin alles kan, waarin alles mag, waarin alles moet en alles mogelijk is. De eeuw van
dat de wetenschap. Het is een feest, het sjeest en een race. Ongelooflijk is in de 20e eeuw. Je scheurt met 60 paardenkracht, met 6 cilinders langs de weg. Met wind mee en met weer mee, meer dan 80 kilometer. Met 6 cilinders langs de weg, daar nu maar 3 keer auto weg. De 20e eeuw, de 20e eeuw. De grachten en de straten zijn van schrik meteen verlaten. Want de laarsje langs de roekeloze kijker. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw. In de eerste Hollandse automobiel, de spijker. Bas, dat weet jij nog niet, maar ik ben verhuisd eergisteren. Sandor Petri is verhuisd eergisteren, vertelde tante Louise me. En waar woont de beroemde couturier Sandor Petri dan nu? Ik heb een huis gekocht aan de Oranje Nassau-laan, nummer 53, vlakbij het Vondelpark. Schitterend pand. Hij schijnt een schitterend pand te bewonen, vlakbij het Vondelpark. Zeg, zullen we een aapie nemen? Een aapie? Ik ben er getrouwd. Maar hoe zit het nou met onze nieuwe zomergarderobe? Oh, maak je geen zorgen. Ik krijg hem wat te pakken. Hé, hey, hoe kreeg je dat te pakken? Nieuwbouw. En ik moest uitbreiden, want ik heb er ook een toneelkostuumatelier. Ik heb alle kostuums en pruiken voor het nieuwe stuk van bouwmeester in huis. Oh, een zeppelin. Kijk eens, een zeppelin. Een zeppelin. Typisch Duits. Groot, dik en veel gas. De heer Keizer heeft gezegd dat hij een luchtstrijdmacht wil opbouwen. Fokker heeft een vliegmachine gebouwd. Ik zou business mee willen. Wat moet jij met die fokker? Jij hebt al 4 kinderen. En ik heb al zo'n moeite om mijn hoofd boven water te houden. Wat een schoonheid, hè? Nou, het is eigenlijk een logge vaarte. Nee, nee. Ik bedoel dat fluitje uit Roosendaal. Oh, de jeugd vliegt uit. Ja, dat zij er nou eens in zou willen vliegen. 500 meter van de grond, daar zoef je in een zeppelin. Kijk Dordrecht, Rotterdam en Delft, Den Haag en Leiden, Haarlem. Wat is de mens geweldig in? Je hebt nog nooit zoiets gezien. De 20e eeuw, de 20e eeuw. Zonder pochen, zonder liegen. Je kunt vliegen, vliegen, vliegen. Vlugger, vlugger, vliegen in een vliegmachine. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw. En nou is het er nog maar pas 1910. Met gas en met gondel en godsweken zegen. Je belt de maatschappij maar op en niemand houdt je tegen. Nee hoor, niemand houdt je tegen. Je bent in een uur of 9 in Parijs of in Berlijn. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw. En nou is het er nog maar pas 1910. En door de lucht alles overbrugt. Met de eeuw van snel, snel, snel. Ik bel je nog wel met een scheldtoestel. Is dat kinderspel? De eeuw van de techniek. Fabriek na fabriek en energie. Naar de mechaniek van de 20e eeuw. Alles haast en raast en blaast. En reest en sjeest. Kolossaal, geniaal, maar normaal. In de 20e eeuw. Meneer Petri? Ja? Ja, ik wil net een boodschap doen. Maar mevrouw Van Eerten voor het Oezavelen vraagt belet. Oh. U had een nieuwe lentecreatie voor haar ontworpen. Ze heeft een afspraak, zegt ze. Ja, 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 voor volgende week, truitje. Ik heb nu geen manneke. Moet ik vragen of mevrouw terug wil komen? Oh, baan, dat is nou de eerste klant in mijn nieuwe huis. Ja. Is ze vrolijk? Dat kan ik niet zien, hoor. Ze draagt hele dikke verhalen. Oh, meneer, mag ik dan even langs defileren in die nieuwe lentecreatie? Ja, dat is goed. Laat het binnen, ja. Zeg iets over de verhuistroep, ja. En trek dan het model.
nieuwe oogst aan. Nou, in haar geval kan je dat beter later pluk noemen. En denk eraan, Trui, denk eraan dat je niet praat en vooral niet lacht. Goed, meneer. Wat? Ook dat nog, mevrouw Van Ittevoort, toe zavelen, die bolle vetvlek. Mevrouw Van Ittevoort, onze verexcuseringen voor de verhuistroep, maar meneer Petrie zit net in de overgang, hè? Ach, mevrouw Van Ittevoort. Ik blijf maar heel even pompen, want ik ben buitengewoon gepresseerd. Nou, ik heb ook een beetje last van buikgriep, dat leg het voorjaar. Ik moet de veeteeltentoonstelling openen, ze hebben een primeur. En wat een hangbuikzwijntje verloot voor het goede doel. Koop jij ook een loodje? Je kunt ook een dik bilvaars winnen, heel bijzonder. Ach, mevrouw, meneer werkt dagelijks met hangbuikzwijnen en dik bilvaars. Wilt u thee? Nee, meisje, geen thee. Ik moet naar de bigga. Nou, geen thee dus, Truitje. Stuur de mannequin maar. Oh, pom, pom. Ik ben toch zo benieuwd naar de ramen. Oh, mevrouw Van Ittevoort, ik hoop toch zo dat het bij u in de smaak valt. Wij couturiers zeggen altijd, de verpakking moet veranderen, wil de inhoud aantrekkelijk blijven. Niet waar? Ja. Maar wat ziet u er goed uit? Zo slank en zo jong. Oh, jij moet het niet verder vertellen, maar sinds een week gebruik ik het nieuwste van het nieuwste uit Parijs. Een anti-rimpelcreme. Ik hoop zo dat het helpt. Nou, mevrouw, ze vinden vast nog wel eens iets uit waarmee je zelfs golfplaat kunt strak trekken. Mevrouw Van Ittevoort, mijn ontwerp voor u in Bleu Marine Tacheté. Printemps 1910, lente 1910. Oh, meneer Petrie. Ik zou het prettig vinden als mijn liefste klanten pompon zeiden. Meneer Petrie, hoe onzedelijk. Ik ben president van de Nederlandse Vereniging van Christelijke Naaldkunst. Zo benieuwd. Bloot is verschrikkelijk verboden, want de hervormde synode weet in Matthäus wordt beleden dat wij de naakte moeten kleden. Maar dat moet sober zijn en somber in donkergrijs of donkeromber. Dat is de kleur van onze klei, die past het allerbeste bij. Trage rivieren, sluizen en pieren, mist en mest, varkenspest, degelijke schoenen en boezeroenen, zondagspak, hobbezak, Hollandse heibel, school met de Bijbel, hemelvaart, molenpaard, dus hoog gesloten, niet van de blote, zwaar op de hand, Nederland, drabbelkoek onder broek. Deze wabe is verschrikkelijk eenvoudig. Het is eenvoudig verschrikkelijk. Hollanders kennen geen point lacé, geen décolleté, mais non, oh nee. Hollanders kennen geen ruches, geen kantjes, geen strikken, geen bandjes in Bleu Marine Tacheté. Bleu Marine Tacheté, hé, hey, wat is Bleu Marine Tacheté? Hollanders zeggen, wat ingewikkeld. Bleu Marine Tacheté, dat is donkerblauw gespikkeld. Dat komt door het weer, dat komt door de klei. Bleu Marine Tacheté hoort niet bij. Dichte bevolking, lage bewolking, deden zwaard, koeien staart, taai en integer, jekkers en jeger, klaverjas, boerengras, warme flanellen, de Bijbel spellen, bankpapier, stamboekstier, te calvinistisch, te pessimistisch. Predikant, Nederland, worteldoek, onderbroek. Verschrikkelijk verboden, maar is de Bijbel tegen mode? Nee, bij de allereerste doorpas blijk ik de reddende Messias. Komt allen tot mij na de kerktijd, gij allen die verrot gekleed zijt. Eens
maakt een Hollands modehuis. De panty met het verend kruis. Ober, er zit een vlieg in de thee. Brengt u mij een zeefje. Het blijft een keurig hotel, dat Schiller. Ik heb gekeken in de gids van de beltelefoonmaatschappij, maar Sandor Petri staat er niet in. Hij is toch verhuisd, maak je geen zorgen. Ik heb de Piccolo naar zijn oude adres gestuurd om het nieuwe te krijgen. Ik denk er morgen even langs te gaan. Alleen! Ik moet toch eerst wat financiële zaken regelen. Ik moet minstens 3 nieuwe japonnen hebben. Dit vod heb ik al een paar keer aangehad. Ik lijk wel een werkster. Ja, je stofwisseling is bepaald niet in orde. Ik liep vanmorgen door de Vijzelstraat met mijn mantel open. Iedereen keek. Een jonge dame hoort ook niet met haar mantel open door de Vijzelstraat te slieren. Amsterdam is een heel gevaarlijke stad. Ik had vroeger een vriendin. Die is een keer zonder hoed de straat op gegaan. Nou, het is heel lelijk met haar afgelopen. Ze is nou onderwijzeres. U moet nodig zeggen dat u voor gelijke rechten van de vrouw bent. Nou, mannen lopen toch ook niet schier naakt over straat? Nee, maar dan zou niet eens meer kunnen zien of het een man of een vrouw was. Oh, jawel hoor. Hoe dan? Nou, mannen dragen het haar immers kort, hè? Ja. En ze hebben vaak een snor. Oh, dat zegt niets. Tante Louise heeft ook een snor. Mama. Even stil. Dank u, ober. Mama, hoe is het als een man verliefd op je is? Kom, je bent verloofd geweest met een dokter. Nou, hij heeft me nooit onderzocht. Jeetje! Ach, kind, wat is liefde. Urenlang lig je te wachten. De pret zelf is maar heel kort. En de manier waarop je erbij ligt, niet om aan te zien. Oh. Mama, ja. Kunt u zich die jongen nog herinneren? Wat voor jongen? Die gisteren zo behulpzaam was op het Centraal Station. Die meneer de Geer. Ach ja, die toneelknecht. Toneelspeler? Het is toch een keurige, gedistingueerde heer? Hè, kindlief, dat acteren ze toch gewoon die comedianten de heffen. Daar komen ze uit, geloof me nou toch eens de heffen. Ze zingen en springen voor geld, ze dragen pruiken, ze beschilderen zich trouwens. Het publiek wat naar ze komt kijken is geen haar beter. En ieder theater is een poel van de meest vreselijke ziekte. De mensen komen er alleen maar naartoe om eens lekker uit te hoesten. Ik ben een keer naar de komedie geweest, dus ik weet waar ik het over heb. En was het een mooi stuk? Ik was er met je vader. Wist u dat Bastiaan... Bastiaan? Die meneer de Geer. Ik heb hem ontmoet vanmorgen hier op het terras. Die mensen dringen toch ook overal maar binnen. Oh. Wist u dat hij van heel goede familie is? Zijn moeder is douarière en de douarière heeft me uitgenodigd voor haar jour. Ach zo, haar jour? U ook trouwens. Ik ken helemaal geen douarière de Geer, kind. Hoe vaak moet ik je dat nog zeggen? Sla je ogen neer als je een jonge man tegenkomt. Meisjes met een uitnodigend gezicht worden bij de neus genomen. Toneelspelers, laat me toch niet lachen. Wedden dat hij tegen je zei. Ach, freule, kent u me nog? Wat een toeval dat ik u hier op dit terras tref. Dat zei je helemaal niet. Ach, freule, kent u me nog? Wat een toeval dat ik u hier op dit terras tref. Ach, meneer Geerling. Nee, de Geer. Bastiaan de Geer. Oh ja, ik ben zo slecht in namen. En in gezichten. Mag ik u een kleine verfrissing aanbieden? Een glaasje Victoriawater of zo, ober? Een glaasje Victoriawater, alsjeblieft. 1. De eerste echte lentedag, hè? Ja. Ja. En u hebt zo'n prachtige warme bondmantel aan. Ja. Maar wat zal die ervoor hebben moeten lijden, dat beest? Oh, ik wil niet dat u zo onaardig over mijn vader spreekt. Ik heb net een paar besprekingen gevoerd in Hotel de Kroon aan de overkant. Oh, voor de film? Nee, toneel. Een klein rolletje bij Noobie Bouwmeester, maar wel leuk voor het tussendoor. Is het moeilijk, toneelspelen? Ja, wat zal ik u zeggen? Het is eigenlijk een liefhebberij van me. Oh, daar is de ober al. Dat is bijzonder snel. Het is ook maar een klein stukje natuurlijk. Ik beheer in feite het familievermogen. Maar men kan toch bezwaarlijk 24 uur per dag beheren, nietwaar? In wat voor films hebt u gespeeld in Amerika? Nou, mijn laatste was
Love and madness. Liefde en waanzin. En hoe speel je waanzin? Door met je goede goed in de geraniums te gaan hangen. En brandende liefde, vrouw. U woont hier in de buurt? En nee, ik heb vlak voordat ik naar New York ging een nieuw huis gekocht aan Oranje Nassaulaan nummer 53 vlakbij het Vondelpark. Een schitterend pand. U moet eens komen kijken. Ja, ach, meneer de Geer. Meisjes uit onze kringen maken geen visites aan heren alleen. Oh, ik woon er ook niet alleen. Mijn moeder, Douarière de Geer, die woont daar ook. Ze geeft morgen de eerste ontvangst in het nieuwe huis, haar eerste zoer. Ze zou het op prijs stellen als u ook kwam, dat weet ik zeker. Nou, mijn moeder zal het beslist niet goed vinden. U heeft vast geen bezwaar tegen dat u in uw eigen kringen verkeert. Verkeerd, je ziet het verkeerd. Ach, leer mij de mannen kennen. Gladde jongens, ze kwispelen met hun staart. En je weet nooit precies waar dat begint. Als ik een hondje was, dan zou ik kwispelen. Oh, ik kom morgen ook. Waarom? Het is de ontvangst van uw moeder. Waarom zou u allemaal, dames? Waarom ik zou, vrouw? Ach, zegt u maar, Jet. Jat. Ik ben een acteur, hè? En die heeft licht nodig. Kind, je bent toch geen licht, hoor. Luister naar je moeder. Mama, we leven in 1910. Ja, juist daarom. Een poel van zedeloosheid. Oh, wat voor troep moet het niet worden straks in 1980. Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus. Bas is een heel betrouwbare jongen. En wie het onderste uit de man wil hebben... Oh nee, wat zeg ik nou? Vergeten. Nee hoor, nee. Je moet voorzichtig zijn, omdat ze schichtig zijn, de meisjes. Het is een heel karrei, zijn bovendien nog eigenwijsjes. Je voelt je groot enorm, voelde een grote storm die blies je. Van rechts naar links, naar rechts, maar meisjes voelen slechts een briesje. Je moet voorzichtig doen, niet te gewichtig doen, maar fijntjes. Niet daarop af meteen, want meisjes dat zijn geen konijntjes. Ja, ze huppelen wel, ze knabbelen wel, ze giechelen wel, dat wel. Maar kom jij met voeder, dan vlucht ze naar moeder en die geeft je het liefste een lel. Was het maar 1980 in plaats van 1910, dan zou ik roepen wel Godallemachtig, ik zal je eens wat laten zien. Dan zei ik, je gaat mee en ik sleur je in bed, maar nou zit je nog in een rijg korset. Was het maar 1980 in plaats van 1910, dan lag je no time heel dicht bij elkaar. Jij streelde mijn rug en ik rook aan je haar, maar God. Dat duurt zeker nog 70 jaar bovendien. En nou is nou, ik hou van jou in 1910. Je moet het handig doen, niet zo losbandig doen bij vrouwtjes. Want met zo'n dolle kop betrappen zij je op je foutjes. Geen overhaast geschrok, niet hap de grootste brok, een kruimpje. Al ben jij nog zo'n reus, een meisje vindt jou heus, klein duimpje. Niet als een waterval, want man, je zal geen bal bereiken. Wees maar een stille kreek, zij wil alleen naar beekjes kijken. Want dat snappen ze pas, dan happen ze pas, daar knappen ze pas van op. Maar doe je het verwoeder, dan vlucht zij naar moeder en die geeft je het liefste een schop. Ach, was het maar 1980 in plaats van 1910. Dan was ik niet zo verdomd zenuwachtig, dan liet ik mijn tanden wel zien. Dan rukte ik het, plukte ik het zo van je bast, maar nou zit je nog in je moeder vast. Was het maar 1980 in plaats van 1910. Geen meisje zegt nu hier ben ik, alsjeblieft. En wat blijft er dan over? In stilte verliefd. En 1980, dat duurt nog zo'n tijd. Bovendien, liefste, ik wou, ik hou van jou. Nou, in 1910.
Ben je nou gek geworden, slijmjurk? Dat vind ik nou een leuke naam voor je nieuwe lentecollectie. Ik ben Sandor Petri en ik wil geen stront hebben in mijn nieuwe salon. Nee, want dat trapt nog lelijk in, hè? Jij denkt maar iedereen ongestraft te kunnen belazeren. Denk je nou eens dat die vrouw daarin tuint? Ik leen gewoon voor een paar uur jouw schitterende omgeving. Nou, dat is mooi, zeg. Het lijkt wel decor, wist je dat? Jij bezit geen cent. Nee, mijn verstand is mijn vermogen. Dus ben je straatarm uit New York teruggekomen omdat je een domme, baardeloze vlerk bent die nergens aan de bak komt. Dus daarom heb je net voor mij mijn koetsje betaald. Als ik geen geld heb, loop ik. Dus daarom geef jij de koetsier een Riksdaalder fooi. Om maar vooral te laten merken hoe geslaagd jij wel bent, de Riksdaalder toe. Maar. Als de slagersknecht een pond varkenshaas thuis bezorgt, dan krijgt hij een dubbeltje fooi van me. No. Nou, kreeg ik een heel zwijn thuis. Ja, natuurlijk ben ik een zwijn, natuurlijk ben ik een waardeloze toneelspeler. Zo waardeloos dat Jet van Heus de Hurgonje onmiddellijk geloofde dat mijn moeder een douarière de Geer is. Je moest je kapot schamen. Oh, ja. Jouw moeder is gewoon Anna de Geer. Ach. Jouw moeder is gewoon een werkster bij mij. En jij speculeert erop dat wij vrienden zijn. Nou, dat hoor ik dan wel eens, zo'n mooie combinatie, hè? Ik talen we verdomme hoor en jij de rijke, succesvolle jonge meneer. En waar geef jij je dan zo graag voor uit? Je moet mij niet willen gebruiken om dat meisje te versieren. Maak jij je nou toch druk over? Je naam staat nog niet eens op de deur. Niks is toeval in dit leven. De geliefde couturier Sandor Petri blijft echt wel buitenschot. En als ze nou naar je moeder vraagt, die zogenaamde douarière... Oh, daar komt ze niet eens aan toe. Ik walg van je. Je bent lucht. En zonder lucht kan je niet leven, hè, Pompom? We zijn toch vrienden van elkaar? Goed, mijn moeder is werkster. Maar ze was al werkster bij jouw vader en moeder. Dus jij had het ongelooflijke grote geluk om samen met mij op te mogen groeien. Ja. We zijn toch bloedgabbers van elkaar? Ja. Nou, help me dan. Wat geeft het nou? Ik vind je soms zo verschrikkelijk oneerlijk. Ja? Ja. Vind je dit dan zo vreselijk eerlijk? Is het dan zo oneerlijk? Ik wil dat meisje niet versieren, hoor, Pompon. Niet meer, begrijp je? Niet alleen om dat, hè? Maar hoe kan ik er nou ooit ergens tegenkomen? Want wie ben ik nou? Hoe kan ik er nou ooit ergens ontmoeten? Want wat heb ik nou? Ik heb dus geen schitterend eigen huis. Ik heb geen ouders gehad die een gigantisch kapitaal op mij hebben vastgezet. Ik neem het jou niet kwalijk, Pompon, maar jij kon wel anders beginnen. Nou, ik ben niet meer boos op je. Pompom, ik weet het best hoor. Zonder jou, nou, had ik waarschijnlijk nog niet met mes en vork kunnen eten. Hè? En de haspelde ik nog liggen en leggen door elkaar als ik jou niet had gekund. Je kan veel, Basje. Ja. Maar geen hond die het ziet. Ik heb een half jaar in Amerika moeten bedelen, wist je dat? Ik heb mijn overtocht moeten verdienen als hutjongen. Alleen mijn moeder ziet het. Basje kan zo leuk voordragen van het stopverfmannetje. Mijn moeder en de juffrouw op school zei dat ook veelvuldig, hoor. Die Basje zo enig. Het stopverfmannetje, dat was ik een succesnummer van me, hè? Ik ben een stopverfmannetje. Oh, en dan boog ik er ook altijd zo kostelijk bij. Oh, het was enig, vond ik. Zelf. Ik ben een stopverfmannetje. En dan boog ik dus, hè. Zoals je nergens vindt. Ik heb een stopverfvrouwtje. En ik heb een stopverf... Wat soort moet bij soort blijven. Dat is dus eerlijk, hè? Ik kan het niet helpen dat ik rijk ben. Nee, je kan het wel helpen dat ik arm ben. Kan je me 100 gulden lenen? Nee. Een tientje dan? Ik denk er aan. Heb je een lekkere sigaar voor? Sorry, ik rook niet geen sigaar en geen sigaret. Pompom, kan je me alsjeblieft zeggen hoe laat het is? Het is 3:55. Komt ze zo. Wat wie? O, schoonheid en intelligentie gaan toch niet vaak samen, hè? Freule Mariette van Heus de Hurgonje bezoekt op woensdag 2 maart 1910... te 4 uur de zoer van mijn adellijke moeder douarière de Geer. Woensdag 2 maart 1910, het is toevallig vandaag. Maar het is 3:55. Oh nee, Pompon, jij loopt vast 5 minuten achter. Ik ben freule Mariette van Heus de Hurgonje. U wordt verwacht, freule. Wat ga je nou doen? Wat moet ik nou anders? Ik heb geen schriftelijke invitatie. Maar dat heeft toch nooit iemand, freule? Oh nee? Nee hoor, ik zal hem even aandienen. Freule Mariette van Heus de Hurgonje. Dag, wat. Jet, ik wist dat je zou komen. Ik niet. Oh, Pompom, hij kwam toevallig even langs. Ja, ik wilde mijn huis even zien, ziet u. Uw huis? Nou, Pompom heeft het gedecoreerd. Oeh, erg smaakvol. Ja, smaakvol. Oh, Bas, ik had nooit gedacht op tijd te kunnen zijn. Er was een grote demonstratie in de stad van suffragettes voor het vrouwenkiesrecht. Ja. Ach, Pompom, als jij zo vriendelijk zou willen zijn. Om je moeder, de douarière, even te waarschuwen. Trui, kind, kom even mee naar de keuken. Er zijn een paar dingetjes die je moet weten. Wat Het is zo'n aardige jongen, hè, die... Pompom. Prachtig en zo modern. Is dit jouw zitkamer of die van je moeder?
Hier? Ja. Dit is onze gemeenschappelijke salon. Ik heb boven mijn eigen vertrek en mijn eigen werkruimte met pruiken en spiegels en kostuums. Oh, ik vind het toch zo leuk dat jij er ook bent. Ja, maar ik woon hier dus. Ja, maar er zijn toch alleen maar dames geïnviteerd? Wie komen er allemaal? Oh, de hele bubs. Oh, die familie ken ik niet. Waar is je moeder? Ben je zo verkouden? Zeker opgelopen in de schouwburg. Dat is een poel van ziekte, zegt mama. Oh, zegt je moeder dat? Ja, waar is de douarière? Boven. Ze is niet erg lekker, ook vreselijk verkouden. Gij leugenbak, gij leugenzak. Geen hele woord voor jullie soort. Berg je maar, leugenaar. Je bent gewaarschuwd, niet vergeten. Je hebt het geweten, het geweten. Je moest je schamen. Amen. Wat vervelend voor je moeder dat ze zo verkouden is. Nou, het valt geloof ik wel mee, hoor, Jet. Oh. Alleen de zoer kan natuurlijk niet doorgaan, maar Marco jou niet meer op tijd bereiken. Bas? Ja? Bas, je moeder vraagt naar je. De douarière is boven in haar boudoir. En ze is echt heel erg ziek, hoor. Ja. Ze kan haast niet praten. Ach, wat akelig. Ah, ja, ja. Ze is gewoon een schimmetje. Nee. Net als ze er helemaal niet is. Ik ga even kijken bij mama. Ja, doe dat. Straks is ze weg. Wil de vrouwen misschien iets gebruiken, meneer? Thee, vrouwen. Oh, graag, ja. Ja, ja. Thee voor de vrouwen truitje. Goed, meneer. Ah! Wat grappig dat het personeel van uw orders aanvaardt. Oh, ik kom hier al zo lang over huis. Ik woon hier. Zo wat. U bent op vakantie in Amsterdam? Nee, wij zijn hier om onze nieuwe zomergarderobe te laten maken. Dat kon niet in Roosendaal. Nee, want Sandor Petri woont toch hier? Hoe weet u dat? Nou, iedereen weet toch dat Sandor Petri in Amsterdam woont? Ik weet alleen niet waar, want hij is verhuisd. Het lijkt me toch zo spannend hem eens te ontmoeten. Zeg, zou die Sandor Petri geen engert zijn? Een engert? Waarom? Nou, al die modemensen zijn van die enge mannen, van die hupsenflupsen. Ja. Nou, ik ken hem hoor. Oh, ja, dat is geen hupsenflups. Frane Mariette van Heusden, Ganje. Het spijt me dat ik u niet persoonlijk kom begroeten. Ik ben licht ongesteld. Mevrouw de douarière, ik moet u hartelijk danken voor uw uitnodiging. Ik vind het zo jammer dat ik zo verkouden ben. Poepoe, lieverd. Heeft mijn zoon Bastiaan u geen verfrissing aangeboden? Ja, mevrouw Truitje komt zo met de thee. Oh, zo, daar is de thee. Is het niet beter dat ik maar weer weg ga, dat ik misschien een ander keertje nog eens terugkom? Oh nee, ik vind het enig dat je er bent. Nee. Ga zitten. Waar kan ik me even opfrissen? Oh jee, trui. Ja. Trui. Wees jij de freule even de garderobekamer? Goed, mevrouw. Ik zal hem even vallen. Schoft. Wat een toon tegen een oude douarière. Zeg, dat is hartstikke handig, hè, dat je al die pruiken en die kostuums in huis hebt. Trek onmiddellijk de japon uit. Het is de enige jurk die mevrouw van Hittervoort toestafel heeft goedgekeurd. Oh, ik dacht ook al, wat zit hij met ruim. Dat mens moet zo'n kont hebben, zeg.
Nou, trek uit. Hou jij je grote bek een beetje, dat is jouw schuld. Het is mijn schuld. Ja, jij bent je gasseur van mijn moeder die naar me vraagt, van moet ik dan een modderfiguur slaan? Jij werkt je zo ontzettend in een nest, hè? Nou, met één nest zou ik al erg tevreden zijn. Het zijn klanten van mij. Wie? De Van Heusden Hugonjens, ze zijn op zoek naar mij. Jij hebt toch wel je gleuf gehouden, hè? Ja, maar zodra je terug is, dan houd je heel buiten. Ik dacht dat ik Bas hoorde. Oh, Bas en zijn moeder zijn gewoon één stem en één gezicht. Dat is waar mevrouw uw zoon lijkt spreken, toch? Oh, ja. Mevrouw. Ik ben baronesse van Heusden-Hurganje. Er staat geen naam op de deur, meisje, maar volgens mijn inlichtingen is dit het nieuwe adres van couturier Sander Petri. Baronesse van Heusden-Hurganje. Oh, ik mag even niet lekker. Dat is mijn moeder. Mama. Blij dat ik er ben. Ja? Oh, de auto kon er haast niet doorkomen. Een drukte in die stad. Oh, ja. Ja, de suffragettes demonstreren. Oh ja, u had een afspraak met meneer Petri. Nee. Maar ik weet zeker dat meneer Petri mij even te woord zou willen staan. Jeetje, hoe wist jij nou? Welkom, mevrouw. Dit is Pompon, mama. Een vriend van Bastiaan de Geer. Waar is de douarière? Weg. Maar dit is toch het huis van... Vindt u het niet beeldig, meneer Pompon heeft het gedecoreerd? Oh, mevrouw Van Heusden, het is misschien veel beter als ik... Ik ken u toch? Ja. U hebt mij ontmoet op het Centraal Station eergisteren. Maar bent u dan... Pompon, dat weet u toch nog wel, mama? Mevrouw Van Heusden, mag ik u namens mijn moeder van harte welkom heten? Oh. Ja, mama, wat lief van u om de douarière toch nog te bezoeken. Ze is zo'n lieve, hoogstaande vrouw. Ja. Waarschuw er even, baas. Ze weet natuurlijk niet dat mevrouw de barones er is. Nee. Jetje. Het zijn even een paar dingetjes die ik niet helemaal begrijp. U zou toch vanmiddag Ja, daar wou ik het juist even met jou over hebben. U neemt me toch niet kwalijk, meneer Tamtam? Pompon. Pompon, ja. Geen misverstand, hoop ik. Nee hoor, nee, geen misverstand. Nee. Truitje, je kunt de thee nu serveren. Doet u geen moeite, meneer. Mijn dochter en ik gaan aanstonds terug naar ons hotel. Oh. Ja, want ik geloof dat het enige waar wij nog zeker van kunnen zijn is dat Hotel Schiller is. Zo, daar is de thee. Nou, weet je wat? Eén kopje dan. Telefoon. Hoor ik, ja. Met het huis van... met het huis. Nee. Ach, mevrouw Van Nitten voor Toesavelen. Nee, meneer is niet bereikbaar op dit moment. Schitterende uitvinding, niet telefonie. Oh, prachtig, maar nog zeer kostbaar, hè? 10 gulden per jaar abonnement en dan 50 cent per gesprek. Van 3 minuten. Ja, maar heeft u ooit een vrouw ontmoet die iets in 3 minuten kon uitleggen? Meneer, zit u opgeschreven in een dikbilvaart? Goed, mevrouw Van Nitten voor Toesavelen, ik zal het zeggen, hoor. Nee, meneer, scheldt u terug, mevrouw Van Nitten voor Toesavelen. Ja, dat is goed, mevrouw Van Nitten voor Toesavelen. Dag, mevrouw Van Nitten voor Toesavelen. Terwijl er toch zoveel mensen gewoon Jansen heten. Meneer, u heeft op uw lotje een dikbilvaars gewonnen. Op de feitentoonstelling. Ja. Wat is dat, een dikbilvaars? Oh, zoiets als mevrouw Van Nitten voor Toesavelen, maar dan in het koe. Nou, dat is erg jammer. Ik had veel liever het hangbuikzwijn gehad. Oh, nou, wat is nou een hangbuikzwijn? Zoiets als mevrouw Van Nitten voor Toesavelen, maar dan in het knor. Ja. Ik meende de telefoonschel al te horen. Truitje kent, waarschuw me voortaan. Dat is mijn huis. Mevrouw Van Heusden, mevrouw de Geer. Ik hoorde van mijn zoon Bas dat u was. Oh, wat enig. Wat enig. Om u te mogen begroeten. Oh, maar het genoegen is geheel aan mijn kant. Oh, ja.
Oh, heden. Wat bent u hees, hè? Valt het op? Ja, het valt op. Oh, ik zal een andere huisarts nemen. Mijn vriendin, mevrouw Van Nettigvoort, toesafelen. Schrijft die voor dezelfde keelaandoening 3 weken Côte d'Azur voor. En mij laat die 3 weken met zout water goochelen. Oh. Ja, blijkbaar wel. Maar dan kent u natuurlijk niet de methode koe. Koe? Oh, dat is zo'n dekbelbeest. Wel, nee. Nancy, Frankrijk. Men kan zichzelf genezen door autosuggestie. Oh, een Peugeot! Een Peugeot. Wie heeft het nou in vredesnaam over een Peugeot? Wel, nee. De Franse arts, Emile Mama, Mouy. Mama, ik moet de douarrière niet vervelen met uw hartstochten. Oh. Jetje, kind. Wil jij wel even stil zijn als de grote mensen praten? Het is heel interessant. Men roept gewoon 3 keer achtereen. Ik ben niet hees, ik ben niet hees, ik ben niet hees. Juist, je stem helemaal weg. Nou, mevrouw, het kan in ieder geval geen kwaad, maar het helpt niet altijd. Oh, nee? Nee, nee, kijk, als u nou bijvoorbeeld 3 keer achter elkaar zou roepen... ik ben geen douarrière, ik ben geen douarrière, ik ben geen douarrière... dan helpt dat natuurlijk geen steek, nee. Jij lacht een beetje luid, meisje. Ja. Mevrouw de Geer. Oh, ja. Heeft uw familie niet heel lang in Indië gezeten? Was uw vader bijvoorbeeld niet resident op Sumatra? Ja. Pematang Siantar? Ja. Oh, hoe is het mogelijk? Wat een toeval. Pematang Siantar? Ja. Pematang Siantar, daar heeft mijn man 3 jaar op de rubberplantage gezeten. Ja, ja. Dat is juist, mevrouw. Ja. U zult de oude heer straks wel ontmoeten, want hij woont hier ook. Ja. Oh ja. Oh ja. Hij is boven. Nee. Ik heb hem een uur geleden nog gezien. Oh, nou, maar... hij is weg. Oh, 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 wat is hij weg. Ja? Hij is naar de veeteelt-tentoonstelling. Loodje kopen voor het goede doen. Komt voorlopig niet terug. Het is druk in de stad, hè? Ja, dus u vraagt Jettes demonstreren. Ja, ja. Wil, oh, Wilhelmina Drucker spreekt in Feestgebouw Bellevue. Oh. Dat is een feministe. Ja, ja, dat is een feministe. En diep in mijn hart ben ook ik een suffragette. Oh, nou ja, ik ook wel. Ja, allicht, allicht. En zeg nou zelf, wat bent u nou minder dan een man? Nou, de douarière staat er, mannetje, hoor. Ze is een kerel. Oh, nee, popo, ik ben geen kerel, ik ben geen kerel, ik ben geen kerel. De methode koe. Misschien helpt het. Anna! Dag, mijn kinderen. Kom eens even lekker soppen. Ja. Michel Bas is zeker hier. Nee. Nee, die is naar de veeteelt en toonstelling. Dan mag meneer Peter hem helpen met versjouwen van het meubilair. Ja, maar meneer heeft bezoek. Oh, dus moet er zo de makkie kooi. Oh, ja. Nou ja, wel, dat weet je toch wel. Dat zei een vriendinnetje vroeger van me altijd. En dan zei ze... Zo de makkie kooi is geen vloek. Ja. Oké, okay, dat was toch zo druk in de stad vanwege die suffragettes. Ja, ik kon er bijna niet doorkomen. Nee. Eerst hier maar nou eens even lekker soppen, hè? Ja, maar weet je... Anna! Heer, dames. Jonge dames. Excuseert ze mij. Zegt, die hebben het ook flink te pakken, hè? Ja. Zo komen we natuurlijk nooit door de verhuistroep heen. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Ik ben Anna. Oh. Anna de geweldige werkster. Ja. Ja. Anna, kom even weer naar boven. Daar is ook nog heel wat schoon te maken. Kom zo even lekker soppen, hoor. Verexcuseert u me, dames, dat ik er wat slodderig uitzie. Oh, dat geeft toch niets, juffrouw? Zeg toch, Anna? Jonge dame, ja. Zeg, Truitje. Ja. Jammer dat ik hier niks kan beginnen. Oh, nou. Anders was ik toch naar Wilhelmina Drucker geluisterd. Oh, ja. Ja, wij moeten ons niet langer door die kerels op de kop laten zitten. Ja, ga zitten, zeg, ga zitten. Er moet een einde komen aan de mannenoverheersing. Oh, gunst, hoor mij nou. En dat terwijl ik er heel gaar geen last meer van heb. Ik ben al 12 jaar weduwvrouw. Oh, dus je moet wel uitwerken. Voor mijn zoon, hè, voor mijn zoon. Je hebt een zoon. Ja, heb geen werk. Maar hij is zo trots op mij, hè, en is zo dankbaar dat ik als moeder zijnde al
allemaal voor hem doen. Ja. Maar de vrouwen moeten het toch maar weer opknappen. Zeker. En daarom er wat een einde komen aan de mannen overheersen. U hebt vast een goede dienst hier. Zo'n prachtdouarrière. Ja, jonge dame, daar heb u gelijk in. Er mogen wel eens wat pointjes af, hè? Ach, weet u wat het is? Die jonge meneer die houdt niet zo van dikke vrouwen. Nou, alsjeblieft. Meneer heeft het weer voor het zeggen. Ach, vechten voor gelijke rechten. Nee, laat hem hier, kindlief. Al maakt Wilhelmina zich nog drukker. In deze maatschappij blijft de vrouw de onderliggende partij. Dat is waar. Mijn man zaliger zei altijd, Anna, schat... Jij bent mijn madeliefje. Ik ga eens lekker in het gras liggen. Dus jij was een bloemetje. Ja. Maar hij bleef toch de plukker. Wilhelmina drukken, Wilhelmina drukken. Mens, wat doe je opgewonden? Waar ben je mee bezig? Wat denk je te bereiken? Met alles. Hij wil absoluut niet hebben dat ik mijn haar ver. Ah, maar u bent nu toch kastanjebruin. Ja, maar dat gebeurde ook buiten zijn medeweten. Ach, Alette Jacobs, lievelijkje Jacobs. Mens, wat doe je gek, wat is er? Jij bent je vrije vrouwen, een man wil vrouwen vrijen. Vraag het maar aan de minister. We hebben ons erbij neer te leggen. De mannen hebben het voor. Al heb je als vrouw ook maar één wens. Niet meer dat mens zijn, maar een mens. La 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 la, la la la, homo sapiens, non, la 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 la, sens. Wilhelmina Drucker en Alette Jacobs, de bloem van de natie. Niet te geloven, jullie zijn bloemen. Koffie gaan zetten of liever thee? Liever thee, trouw. Ja, ja. Dan drink ik een bakje in de keuken als de dames dat niet erg vinden. Nee. De keuken is te klein voor ons allemaal. Ja. Snapt u wel? Ja. Wat een grappig type, hè, die Anna. Mama, hebt u nou het adres van Sandor Petri al kunnen achterhalen? Huh? Ja, zeker. Ik weet nu waar Sandor Petri woont. Ja, overigens, kom jij eens hier. Het verbaast mij om jou hier aan te treffen. Jij zou tante Louise toch een bezoek gaan brengen? Tante Louise was niet thuis. Oh nee, wat jammer. Nee. Ze was naar... De veeteeltentoonstelling, ja. Wat een aardige jongen, die Bastiaan. Vindt u ook niet? Ja. En wat is zijn moeder een lieve, statige vrouw, hè? Heel statig, ja, heel statig. Oh. En wat lijkt die Bastiaan op zijn moeder, hè? Gaan we niet meteen? Nee, dat zou onhartelijk zijn tegenover de douarière. Nee hoor, we blijven nog een beetje. Jij kan schreeuwen wat je wil, ik kan toch met geen mogelijkheid meer terug? Zulke zweetplek in de jurk van mevrouw van Etervoort. Vind jij dat gek? Dat is toch ook om klotsende oksels van te krijgen? Trouwens, het is maar goed dat ik dat rotzootje even uitprobeer, hè? Want de bustennadels zitten verkeerd, wist je dat? Die zitten helemaal hier. En dat ding hangt er steeds scheef van voren. Ja. Ik moet alsmaar met een gekanteld bekken lopen. Nou, fijne couturier ben jij. De jurk is niet scheef. Mevrouw van Ittenvoort heeft zulke rollen. Oh, maar dat is het. Ik heb nooit mooie grote rollen gehad. Nou, je kan zeggen wat je wil. Maar ik zet toch even een gave douarière neer. Het is een creatie. Oh. En jij denkt dat mevrouw van Heusden dat niet doorheeft, stakker. Weet jij wat mevrouw van Heusden mij in vertrouwen zei? Ze kwam naar me toe, ze voelde aan de japon, ze draaide eromheen, ze kwam ademtekort en ze zei... Nou. Mevrouwtje, wat hebt u een rotjurk aan? En zo stijlvol gekleed. Alleen één ding is jammer, hè. Die japon van der die hangt aan de voorkant een tikkeltje scheef. Heb je dat ook gezien? Zou ze misschien een gekanteld bekken hebben? Ja, wel nee, mama. Ze is een oude vrouw. Ze is minstens...
minstens 2 jaar ouder dan u. Oh ja, dankjewel, ja. Ja, ik ben hoogbejaard nog even. Ik moet een pruik hebben en valse tanden en een leren korset. Ben ik helemaal een bouwpakket. Ach, zo bedoel ik het niet. Nou, hoe oud schat u de douarrière? Nou, met die lichte baardgroei zo'n jaar of 24. 24? Mama! Grap. Wil jij dan dat ik naar beneden ga, dat ik alles vertel? Dan ben je toch 2 goede klanten kwijt, pompons? Sterf! Oh nou. In die dweil zal dat best lukken. U maakte nou toch japonnen van zulke stof? Daar hadden wij vroeger keukengordijnen van, wist je dat? Ja, vooral in de Utrechtse dwarsstraat. Mm-hmm. 2 hoog, achter. Mm-hmm. Oh, en nou we het er toch over hebben, jouw moeder. Nee, jouw echte bedoel ik de werkster. Mijn werkster, weet je nog wel? Blijft hier vandaag, want morgen wil ik mijn huis aan kant hebben. Oh, maar dat kan niet. Dat kun je haar dan zelf gaan uitleggen. Zak! Wat zei je, Bas? Ik wou zeggen, zak het dan maar gaan zeggen. Jou krijg ik nog wel. Zo, daar is de thee, dames. Oh, trui, wat heerlijk. Is ze lekker vers, kind? Jazeker. Ja, want van oude thee ga ik altijd achteruit lopen. Nou, dit is lekker vers, hoor, alsjeblieft. Ik zeg altijd maar, ja. Thee heeft zoveel charme. Ieder uur de juiste toon. Thee geeft zoveel warmte. Nou. En toch is thee zo gewoon. Ja! Ja. Heerlijk, hoor. Douwe Egberts. Wat leuk dat u de vader van de douarière kent, nee, Douwe Egberts. Nee, oh, neemt u me niet kwalijk, maar ik hoor nu praten over de oude Egberts. Nee, kan niet. Jonkheer Egberts, de resident Sumatra. Bematang Siantar heette hij Egberts, heet is mijn ontschoten. Vindt u het niet leuk dat Bas een grootvader hier in huis is? Oh kind, ik vind het enig. Ik blijf ook vast en zeker wachten tot hij terug is van die veeteeltentoonstelling, ja. Ja, daar is hij naartoe, ja. Oh, en hij loopt zo moeilijk. Nou, die veeteeltentoonstelling heeft volgens mij een enorm succes, hè. Ja. Ze zullen deze dagen wel de miljoenste bezoeker ontvangen. Werkelijk, iedereen is er naartoe, hè. Waar is Bas? Oh, die is er ook naartoe. Ja. Douarrière waarschijnlijk ook. En wij zitten maar hier, hè, meneer Pompon. Oh, douarrière. Huh? Niet sterk, hè? Nee. Dit? Ja? Gekanteld bekken, ja. Hè? Als ze zich nou zo dikwijls onplezierig voelt, mm-hmm. moet er dan niet eens even een dokter bij komen kijken. No. Ze moet onderzocht worden, hoor. Wie weet wat ze vinden. Een last van opvliegers. De douarière. Ja. Heel heet en dan weer koud. Zoiets. Ja. De overgang. De overgang? Ja, kindje, dat vertel ik jou nog wel eens. Dat heeft iets te maken met... mannelijke hormonen. Zal ik nou eens even naar daartoe gaan? Mama, dat kunt u niet doen. Dit is een vreemd huis. Inderdaad, vreemd huis. Nee hoor, ik ga wel even kijken. Nee, geen sprake van. U blijft gezellig hier. En Jetje ook. Nee hoor, dit is iets voor dikbilvaarsen onder elkaar. Bas is steeds maar weg. Ja. Dat is niet aardig van hem. Nee. Maar een charmante kerel, dat is hij. Nou. Ja. Zal ik jou eens wat zeggen, Jet? Nee hoor, Pompon, ik weet het al lang. Oh ja? Tenminste, ik denk het. Ja. Ik ben verliefd. Ja, dat moet haast wel, ja. Ik weet eigenlijk niet goed wat het is, verliefd zijn. Dat gaat bij ons in Roosendaal via de kapelaan. Kan ik afnemen, meneer? Truitje, ben jij wel eens verliefd geweest? Ik? Ja. Oh, zo vaak. Oh, dus jij bent een expert. Ach, freule. Weet u wat het is? Verliefd zijn.
zo denk ik over liefde, vreule. Je kan er niks van zeggen, maar je raakt er wel van buiten je asem. Oh. En wie kom ik boven op de gang tegen? De oude jonkheer Egberts. Jazeker. Kijk maar. Ja, ja. Ja, ja. Voorzichtig. Hier begint de trap. Ja, voorzichtig. Mooi zo. Ja, ja. Ja. Ik... Nee, nee, op de treetjes. Hoor. Ja, pak. Ja, heel goed. Zo leuk over Indië zitten praten. Hij is een heleboel vergeten, maar dat geeft allemaal niks. Meneer Egbert, dat daar is mijn dochter. Ach, wat leuk u te ontmoeten. Ik ben Mariette. Elende! Mariette! Elende! Martin, Anton, Rudolf, Isaac, Eduard, Theodor, Theodor, Eduard. En wie ben jij? Zegt u maar Jet, hè? Uw dochter is een parel. Oh, ik hoop toch niet dat u bedoelt dat ik een oester ben? Heb u geen zakdoek? Jawel, jawel. Maar die leen ik niet uit aan vreemden. Pompon. Ik wil daar zitten. Geen echt oude mensen meer, hè? Wordt zoveel voor ze gedaan. De gezondheidszorg is ook zoveel verbeterd. Ja, ze hebben ook meer zin in alles. Weet u nog, mama, die twee oudjes in Roosendaal? Oh, dat was toch roerend. Hij 96, zij 94, toen ze trouwden. De eerste week van hun huwelijksreis hebben ze gebruikt om in de auto te stappen. Oh, ja, ja. Waar is Bas toch? Misschien is hij in de tuin. Ik ga met je mee, meisje. Oh, nee, meneer Egbert, het is veel te koud voor u in de tuin. Niks ervan. Zo, trui. Zeg, wie is die oude gek? Dat is jonkheer Egbert, de vader van de douarière, truitje. Ja, dat weer. Ja, nou, werk hem weg, sleep hem in godsnaam naar boven. Van mijn part schop je hem naar boven. Huh? Wie? Ik? Ja, jij. U gaat even lekker een slaapje doen, hè? Ik ga naar de tuin. Ja, u moet toch die methode Koeemer eens proberen, hoor. Ik loop, ik loop, ik loop, hè? Mijn opa heeft er veel profijt van gehad. Oh, ja. Oh, die methode Koeemer is een wonder. Ja, ze kregen lopen te horen en een lopende neus. Ze zoekt Bas. Oh. Ja. Oh, en Bas is ook in de tuin? Ik denk het niet. Nee.
Nee, ik denk het ook niet. Ik zal Jet even halen. Ja, doet u dat. Oh, kinderen die groot worden. Het is geen kleinigheid. Kinderen krijgen één stapje verder. Wat een sensatie. Eén hokje opschuiven. Zoiets als kralen krijgen. Nieuwe generatie. Kinderen krijgen voeden en opvoeden. Wat een ambitie. En ze naar voren schuiven. Ze zijn per slot jouw eigen nieuwe editie. En je dochter doet het zoals jij het deed, hoop je. Een blauwdruk van jou, net zo'n vrouw wat zij, hoop je. En voelt zoals jij voelt, wat jij hebt bedoeld, hoop je. Kinderen krijgen, maar je aanvaardt niet de consequentie. Zij gaan de wereld in. Waar de gevaren dreigen, jij krijgt concurrentie. O ja, je weet de natuur. En alles heeft beslist zijn loop. Maar jij zit aardig in de knoop. Al zal dat wennen op den duur. En als je denkt, het lukt me. Dan is daar toch weer opeens die pijn om tweede keus te zijn. Ze kiest niet jou, ze kiest haar man. Het is een waarheid als een koe dat wat jij al die dagen hebt gekoesterd en gedragen hebt. Ga toch naar die ander toe. Je staat voor een voldongen feit. Voor jou blijft ze je kleine meid. Maar jij bleef stilstaan in de tijd en zij gaat door. Je raakt ze zo gauw kwijt. Kinderen afstaan, blijf op een afstand. Wat een concessie. En dat doet zeer, mevrouw, al zal het overgaan. Het blijft toch een depressie. Kinderen afstaan. Eén stap terug doen en geen garantie. Moeder gaat met pensioen. Moeder heeft nu voortaan grote vakantie. De moeder doet een stap terug, want ja, haar kralensnoer is af. Dat voel je bijna als een straf, want het ging veel en veel te vlug. Je staat voor een voldongen feit. Mijn god, wat raak je ze gauw kwijt. Totdat ze zegt, mam, ik ben over tijd, alles gaat door. Terwijl jij me tjes breidt. Kinderen krijgen, één stapje verder. Wat een sensatie. Eén hokje. Opgeschoven, zoiets als kralen rijgen, weer een generatie. De soep werd wat flauw, krijgt weer nieuw aroma. Hé, hey. Hallo. Kom maar bij oma. Kan ik tenminste eens even goed de vloer soppen en hoef ik maar om twee beentjes heen. Oh, even een emmertje met verse sop halen. Ja, kom zo even lekker terug, hoor. Even,
een emmertje met verse sop halen. Ja, ja, nou ja. Ik vind het zo vervelend, mevrouw Van Heusden, dat die werkster de boel zo op stel te zet. Oh, dat geeft toch helemaal niks, meneer de Geer. Het moet toch gebeuren? Mm-hmm. Nee, ze gaat nou de vloer even lekker soppen. Meneer, nu? Ja, ze is een emmertje vers sop halen, oh, zei ze net tegen me. Hoe is het nou met uw moeder? Oh, goed. Oh, fijn. Ja, zij had het bij grootvader even in bed. Oh, ja, oh, oh, hallo. Maar dan komt ze toch weer naar beneden, hè? Ja, hè? Gezellig. Ja. Ik kan wel even kijken hoe ver ze is. Ja, zou de mekkiekooi, Anna, op de knieën maar weer. Van mij heb je geen last, hè, Anna? Nee, mevrouw, nee. U zit me helemaal gaar niks in de weg. Met u kan ik tenminste eens even lekker babbelen. Daar ben ik hier wel anders gewend, hoor. Gek, hè? Ja. Ik moet aldoor zo eventjes naar u kijken. Ja, neemt u me niet kwalijk, hoor. Misschien ben ik wat vrij of wat als stronterig. Maar op wie lijkt u nou? U komt me zo bekend voor. Nou, ik kom toch maar heel zelden in Amsterdam. Misschien heb ik een 13 in het dozijn gezicht. Ligt iedereen, meneer Egberts? Egberts? Ja. En dat was een toestand om in dat ledikant te krijgen, zeg nou. Gelukkig hielp de douanière even. Ja. Oh, ik krijg de zeden van al dat vreemde volk hier maar over de vloer. Bas is weer een zoekplaatje. Anna, je bent hier nou wel klaar, hoor. Nee, meneer. Ik verdien 6 stuivers per dag. Dus dan zal ik toch ook wat voor motten doen, hè? Oh, meneer, helpt u mij even met het versjouwen van het meubilair? Ja, natuurlijk, gaat u gaan. Ja. Weet u wat het is, mevrouw? Mijn zoon en ik moeten dat toch koning worden, of niet? Oh, en al hebt u dan geen werk. Ik ben net zo trots op hem als u op uw dochter. Mm. Ja. Even, ja. Oh. We hadden het arm vroeger, hoor. Mm. Heel arm. Mijn vader heeft me niks meer nagelaten dan zijn goede naam. En die moest er nog met zijn 13e delen. Maar ik heb mijn kind keurig netjes grootgebracht, hè. Ja, mijn zoon, hè. Zo'n grappig kereltje. Vroeger al op school. Dan kon hij toch zo enig versies voordragen. Van het stopverfmannetje. Enig. Oh, hij heeft talent, hoor. Absoluut, ja. En dan boog hij er zo leuk bij, hè. Ik ben een stopverfmannetje, zoals je nergens vindt. Ik heb een stopverf vrouwtje en ik heb een stopverf kind. Wat zullen ze zeggen? Wat zeggen ze later? Geen stopverf ventje, iedereen zei Basje, jongen, iedereen kent je. Talent, begaafd, succes, applaus, beroemdheid. Talent, begaafd, succes, applaus, beroemdheid. Bas, B-A-S-T-I, de A-N staat beslist, onbetwist, bovenaan de allerbeste die ik ken. B-A-S-T-I-A-A-N, Bas. Nooit met de ellebogen uit
ze zeggen? Wat zeggen ze later? Waar is die Bastiaan beroemd? Hij heeft geld als water. Niet zomaar van stad zelf, maar alom geprezen. En niemand zegt meer Bastiaan, die zou het allemaal lezen. Ik ben er. De jongen die ik ken. Ik ben een stopverfmannetje. Ach, gos, dat is toch altijd beter dan niks. Zeg nou zelf. Zeg, Truitje, kan ik eigenlijk in de keuken terecht? Ja, natuurlijk. Moet ik je even helpen? Jouw kind, zet jij voor mij de pannen op het rek. Dat is jouw werk. Ja. Ik ben hier voor het grove werk, hè? Ja, ik hoop zo. Jouw kind, dat is goed. Doe maar langzaamaan. Die tuin, Jet. Oh, mooi. Ja? Kom maar knoppen aan de struiken. Ja. Ja. Het wordt echt voorjaar. Ja. Ja. Was ook een krolse kat in de tuin. Bastiaan weet zich ook nooit te gedragen. Meneer Pompon, denkt u dat de douarière het goed zou vinden als ik mij in die bijna groene tuin een moment ga vertreden? En denkt u dat haar zoon het goed vindt als u mij daarbij gezelschap houdt? Truitje! Ja. Mevrouw Smantel, graag. Goed, meneer. Dat lijkt mij nou leuk. Om eens even met u te babbelen. Meneer Pompon. Zo, hier is uw mantel, mevrouw. Goed je? Ah, merci, merci. Moet u geen jas aan doen, meneer? Nee hoor, het is ook lekker weer. Oh, wat ben jij bezorgd voor meneer Pompon. Dat is lief van je. Ik geloof dat ik nog even de pan op het rek moet zetten. Meneer Pompon. Bas, Bas, Bas. Bas, Bas, Bas. Jet, Jet, Jet. Ik heb je overal gezocht. Oh ja? Waar is Pompon? In de tuin. Oh ja, en je moeder? Ook in de tuin, die doet zo gek. Ja, nogal, ja. Nou, dat hoef je niet meteen te beamen. Opeens is mama niet meer weg te branden hier. Niet dat ik weg wil. Ik denk dat je moeder het gezellig vindt hier. Oh, dat is het ook. Jouw grootvader, jouw moeder. Allemaal mensen van haar eigen stand. Zijn jij je stand zo belangrijk dan? Je hebt natuurlijk een gek beroep. Mijn moeder zou het liever zien dat je bankdirecteur zou zijn. Ik kan me niet heugen in een schouwburg geweest te zijn. Nou, ik niet in een bank. Zeg ik ze. Zeg het maar. Heb je wel eens een vriend gehad of zo? Ja. Nou nog? Nee, gelukkig niet. Ik ben verloofd geweest met een arts.
En toen ik het uitmaakte, bracht hij me uit pure nijd 83 doktersvisites in rekening. Het is hier lekker rustig, hè? Ja, zelfs Anna is er niet. Nee, gelukkig niet. Oh, heb je een hekel aan de? Nou, dat niet, maar blijft de werkster, hè? Gij felle smicht, licht en bedriegt. Zo raak je het kwijt, je zaligheid. Berg je maar, leugenaar. Je bent gewaarschuwd, niet vergeten. Je hebt het geweten, stond eigenwijs. Kyrieleis. Bas. Bas, je luistert niet eens. Ben je in de war? Ja. Van jou, denk ik. Van mij? Nou, een beetje wel, ja. Ik ben nog nooit echt verliefd geweest. Niet zoals in de boeken van Koert Smaler staat. Handen wringend en zuchten slakend. Zeg het maar. Jij zegt elke keer zeg het maar. Ja, ik kan toch moeilijk zeggen, doe het maar. Ben vast niet het eerste meisje dat je kust. Nou, je zou toch niet willen dat ik jou als proefkonijn gebruikte? Nou, hoeveel proefkonijntjes waren er dan voor mij? Nou, ik wacht nog steeds. Ik tel nog steeds. Wat zou je zeggen? Wat zou je zeggen als ik jou eens echt kuste? Als je het goed doet. Nou. Als je het goed doet, kan ik toch niks zeggen? Het moet verguld zijn, de hemel oranje. De gracht moet gevuld zijn met roze champagne. Je keel moet van leer zijn, alsof je zal stikken. Je moet als maar slikken, met knieën die knikken. En ogen die puilen, dat moet van Koert Smaler. En steeds willen huilen, of nog specialer. De bonzende slapen, de klapperende tanden. De wapperende handen, de lippen die branden. En steeds kolossalere boezems die heigen. Je moet van Koert Smaler de zenuwen krijgen. Nerveus trekken bekken, je nek vol met vlekken. En s'nachts opeens 10 kilo peren gaan wekken. Dat lees je altijd. Verscheurd zijn, verkocht zijn, verslingerd, verloren. Bij iedere kerel weer knalrode oren. In iedere merel zijn stem wil horen. Dat schrijft Koert Smaler in elke roman. Waarom denk ik dan? Ben ik dan zo'n rare? Want ik slaap prima elke nacht. En wat Koert Smaler heeft bedacht, is dat het ware, het wonderbare. De lucht is niet blauwer, niet groener het gras. Het enige wat ik kan denken is pas. Het zal wel te koel zijn en veel te passief. Ik vind je lief, ik vind je lief. Midden op de dag, 's avonds laat, 's morgens vroeg. Ik vind je lief, ik vind je lief genoeg. Dat ze schitterend zijn. Is dat het ware? Je moet voorzichtig doen. Niet te gewichtig doen. De lucht is niet blauwer, niet groener. Niet meer dan daarnet. Het enige wat ik kan denken is pas. Kan denken is shit. Zal dat te cool zijn en veel te passief. Ik vind je lief, ik vind je lief. Midden op de dag.
s'avonds laat, s'morgens vroeg. Ik vind je lief. Ik vind je samen eens even heel ernstig praten. Meneer Sander Petri. U weet het dus. Ja. Heeft Bas het u verteld? Nou, Bas praat een heleboel, maar hij vertelt zo weinig. Hij kijkt wel uit, of liever gezegd, hij kijkt niet uit. Liefde is blind, zeggen ze. Liefde? Bas en jij. Ach, mijn hemel. En mijn dochter en ik kwamen nog wel voor u. Het is een eer. Ik ben wel eens op een andere manier geïntroduceerd. Ik had meteen in moeten grijpen. Maar u kon niet meer terug. Bas kon niet meer terug. Hij is mijn beste vriend. En ook omwille van... van Anna. Omwille van Anna? Mijn werkster is zijn moeder. Ach, zo. Nou, ik moet zeggen... dat het een schandelijke zaak is. Dat Bas toch uit een goed nest komt. Die Anna is een prima mens. Ze is gek, maar ze is goud eerlijk. Bas is ook gek. En een beetje minder eerlijk. Nou, zult u mij vragen, meneer Pompon, waarom ik het allemaal nu pas laat merken, maar... ach, ik heb een dochter. Dat zal u zijn opgevallen. Daar kijkt een man niet zo makkelijk overheen. Ik had zo gehoopt dat ze iemand zou vinden... nou ja... u hebt natuurlijk verstand van vrouwen. Door uw vak. Houdt u van vrouwen? Anders kleed ik ze niet aan. Oh ja. Nee. Nee, ik bedoel eigenlijk... bent u misschien ook een beetje verliefd op Mariette? Nee, nee. Gecharmeerd. Maar dat ben ik ook van u. Ik zie graag mooie vrouwen. Oeh. Oh, mijn hemel, ik hoor het alweer. Ook onze wintergarderobe zullen we door u moeten laten maken. Ja, meneer Pompon, daar zitten wij dan. En wat doen wij nu? Mevrouw van Heusden, ja. Mag ik u een souper aanbieden? Enig wanneer? Vanavond. Vanavond? Ja. Het is 5 voor 6. U overvalt me. Krijgt u nooit meer voor elkaar. Nou, laat ik duidelijker zijn. Ik wil de zogenaamde douarière regeren. U en uw dochter dat souper laten aanbieden. Hoe dan ook, dat kan niet op zo'n korte termijn. Nee, dat is ook de bedoeling. Is er personeel genoeg voor zo'n etentje? Nee, nee, nee. En dat is dus precies de bedoeling. Oh, wacht eens even, nou begrijp ik het. Dus, wij graven de kuil. En Bas tuimelt daarin. Ja, ja. Je moet klimmen om hoger op te komen. Niet waar? Maar er is wel personeel genoeg voor dat etentje. De douarière heeft immers een butler. Daar wist ik niets van. Nee, zij ook nog niet. Hè? Hij ook nog niet. Hè? Kom, wij gaan naar binnen. Ja, wij gaan naar binnen. Straks zijn we nog te laat voor dat diner in Chile. Mama zal nou toch echt mee moeten. Kom, ik ga naar binnen. Als ze nou nog niet allemaal weg zijn, dan stop ik ze gewoon mee. Kom, ik ga er binnen. En nou stuur ik iedereen naar huis. Ik heb er nou genoeg van. Kom! Ik ga naar binnen. Hé, hey, bent u allemaal al binnen? Mevrouw van Heusden, Mariette Pet. We weten het al. Oh, wat weet u? Oh, neem me niet kwalijk. U had het natuurlijk zelf willen vertellen, hè? Maar oh, ik vond het zo'n enig ideetje. Dat soupeetje. Soupeetje? Ja, ja. Oh, en dat u dat zo snel kunt organiseren vanavond al. En die aardige jongen, die Bastiaan, die heeft er vast en zeker iets mee te maken. Bas zit altijd vol met streken, net zijn vader. Oh, Anna, heb jij de vader van Bastiaan nog gekend? Nou, mevrouw, dat zou ik denken, ja. Zo is het wel genoeg, hè, Anna? Oh, en wat ruim en hartelijk van u om ook Anna uit te nodigen. Anna? Ja, wat moet
Dottie, geeft u vanavond een soupeetje, mevrouw? Ja, vanavond om 10:00. Omdat wij op zo'n leuke manier met elkaar hebben kennis gemaakt. Wat, Mottie? Oh, wat enig een soupeetje. En jij mag er ook bij zijn, Anna. Om 10:00 pas. Dan neem ik eerst een snijtje brood, want zo lang hou ik het niet. Even de eetkamer is lekker soep. Maar vanavond om 10:00, dan krijg ik toch nooit van elkaar. Maar natuurlijk, waar mevrouw is, is Bas toch ook niet waar? En grootvader Egberts dan? Ze komen allemaal. Ja. Zeg, wat wordt er dan geserveerd? Oh, weet ik veel. Iglo. En wat fijn voor u dat uw butler er vanavond ook weer is. Ben Butler? Ja, Hendrik. Is toch immers onmisbaar als het om bediening gaat, nietwaar, Trui? Hendrik, oh, maak je geen zorgen, kindlief. Als het nodig is, tillen we zelf ook een schaaltje op. Oh, ja, ja. Ik, ik ga even leggen. Ja. Het verheugt mij u allen vanavond weer te kunnen begroeten. Ja. Trui. Trui. Trui, wat is er? Wat is er? Wat is er? Ik heb alleen nog maar half brood in huis! Truitje! Anna! Truitje! Anna! Anna! Truitje, kind, er is zo'n dik bilvaars in de keuken afgeleverd. Hij staat te loeien boven het aanrecht. Nou, dan eten we die toch zeker op. Ja, en Hendrik zal de inkopen voor het souper toch wel hebben geregeld. Ach, natuurlijk. En in het uiterste geval tillen wij 2 schaaltjes op, hè. Kom nou toch, niet zo huilen. Al die tranen, truitjes krimpen. Ja, nee, dit is een soupeetje. Ik zal Pompon tevreden geven een koekie van zijn eigen deeg. Bassie, Bassie, jongen. Wat doe jij nu in de paskamer van meneer Petrus? Moeder! Ik heb je de hele dag nog niet gezien. Nou, ben toch al de hele dag hier, moeder? Oh ja? Oké, okay, dan loop je toch zulke rare mensen rond in huis. Ja. Kom jij ook vanavond? Anna, Anna, je kunt nu wel gaan. Laat de boel maar. Kom Bas vanavond ook bij de soepuitdeling? Ja, 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 ja. Bas komt vanavond ook. Hè, Bas? Wat ben jij een klerenleier? Inderdaad, ik ben couturier. Hoe denk jij een souper te regelen voor vanavond? Hoe kom je aan een butler? Dat lukt ook niet, dus eindelijk zal iedereen het merken. Jij bent niet beter dan je bent. Schreeuw niet zo. Ga je verkleden? Ik verwacht jou vanavond hier om 10:00 te Mijnenhuizen. Oranje Nassola nummer 53, vlak bij het Vondelpark. Weet je de weg nog, Pompon? Je laat het doorgaan? Ja. En ik zou me niet te veel vreten als ik jou was. Jij krijgt nog pijn in je buik genoeg. Kunt u nou eigenlijk die invitatie voor vanavond aannemen? Ik heb helemaal niks om aan te trekken. Ik zal eruit zien als een bedelvrouw. Nou, wat een bedelvrouw kan toch makkelijk naast de werkster zitten. Hè, kind lief, speel toch mee. Het leven is een maskerade. Ja. Meneer Petri, ik heb veel voor u over, maar nou doe ik toch echt niet langer meer mee, hoor. Maar Truitje, na vanavond hoef je ook niet langer meer mee te doen. Zie je wel, dan krijg ik toch de zak ook. Nee, ook in de zak zit boven. En de enige die probeert te krijgen is Jet. Ja, meneer Hendrik, wat moet ik... Het leven is een maskerade, Truitje. Zo, de mekkiekooi. 3 maal rooien wie je nou weer een huis rondslept. Dames en heren, het spijt me dat ik u niet eerder van dienst kon zijn met uw mantel. Ik werd opgehouden door de verhuizers van mevrouw de douarière in haar vorige domicilie. Ik ben de butler. Hendrik. De butler, Hendrik. Oh, wat verheug ik mij op vanavond. Nou, hij is er hoor, Trui. Ja, de butler Hendrik, ja. Wat een keurige man, hè, die butler Hendrik. De butler Hendrik.
Roodhoorn en Elsenhout zijn nooit op goede grond gebouwd. Ik kom de butler Hendrik tegen. Nou, zijn hoofd liep hem om, hè. Maar ik zei, Hendrik, zei ik, vanavond zal je nog beter zijn dan je altijd al bent. En beter, beter, beter dan je bent. Want zo versieren we de tent met koers van eigen maken. Leiden en van deze maatschappij voor jou de vader. Doe je, doe je, doe je beter voor. Zo maak je van de dorst met zorgen maken. Lekker kardinaal en kijk ze knielen allemaal. Menselijk verkeer heeft zo zijn regeltjes, zijn etiketjes, wetjes, bakkertjes en zegeltjes. Het is het spelletje, maar het spelletje, het rompertjes en regeltjes, die spelen met de regeltjes.